Welkom bij de avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach. We beginnen op de ongezelligste plek op aarde. En nee, niet de directiekamer van Ajax, maar Israël. Want daar is het sinds zaterdag oorlog. Opnieuw een nacht van beschietingen in Israël. Vanuit Gaza zijn raketten afgevuurd op verschillende Israëlische steden. En Israël voert luchtaanvallen uit op Gaza. Ja, Hamas is Israël binnengevallen. Er zijn al zeker 800 doden gevallen aan de Israëlische kant en inmiddels ook 500 aan de Palestijnse kant. We hebben denk ik allemaal wel die afschuwelijke beelden gezien van dat bloedbad bij het festival en ontvoeringen. Mensen die door Hamas als een soort jachttrofee worden rondgereden. Dat is echt verschrikkelijk en dat vindt bijna iedereen, ook Mark Rutte. Die beelden zijn verschrikkelijk en zijn ook echt ongekend. Ik heb vanmorgen gebeld met de premier van Israël, Bibi Netanyahu, en gezegd dat wij deze aanval veroordelen. Ja, ik denk wel, bel dan Hamas, als je echt boos bent. Hè? Ik snap dat Rutte zijn steun uitspreekt aan Israël, maar ik denk dan ook altijd, zit zo'n Netanyahu daar nou op te wachten? Hè, zijn land is in oorlog, er zijn honderden doden, hij moet het leger mobiliseren, hij moet 1000 dingen tegelijk doen, en dan gaat ook nog elk land hem bellen. Zo, hier, de premier van Nederland. Oh, die heb ik net al gesproken, wat nu weer? Nee, dat was Denemarken. Oh. Ik denk dat hij op zo'n moment gewoon blij is met een land als Iran. Dat hem dan niet belt. En ja. En iedereen vraagt zich nu af, hoe kon Netanyahu dit niet zien aankomen? Want hij presenteert zich juist altijd als de keiharde rechtse hardliner die veiligheid boven alles stelt. Hier, Mr. Security. Maar Mr. Security heeft deze gigantische operatie dus totaal gemist. En wat bijzonder is, zeker als je de beelden van de voorbereidingen ziet die Hamas inmiddels heeft gedeeld. In een gelikt filmpje als dit zien we hoe Hamas de aanval voorbereidde. Het moet lang van tevoren bedacht zijn en wordt goed gecoördineerd. Ja, heeft de Israëlische geheime dienst dan niks gezien van die voorbereidingen? Of dachten ze van, hé, ze zijn in Gaza opeens helemaal fan van paragliden met een soort, soort ventilator achterop. Ik moet zeggen, lijkt me doodeng, maar ik ben al lang blij dat ze een hobby hebben. Maar goed, die paragliders brachten dus dood en verderf en nu is het oorlog. Netanyahu zegt dat hij keihard gaat terugslaan en hij had ook nog een bericht voor de mensen in Gaza. Ani omer letoshvei Gaza, tzu misham achshav, ki anachnu nifal bechol makom ubechol haotzma. Ja, Netanyahu vraagt de mensen in Gaza om weg te gaan. Dat is heel aardig dat hij waarschuwt. Alleen een klein probleempje, ze kunnen niet weg, want je moet bedenken, in Gaza wonen 2 miljoen mensen. Israël heeft daar een hek omheen gezet. Dus eigenlijk is het enige wat mensen kunnen doen, de zee inlopen. Maar ja, dat kan alleen als de zee openspleit. En ik weet niet of hij dat gaat doen voor deze groep mensen, zeg maar. En voor ons in Nederland blijft er dan natuurlijk maar één ding over. Meeleven met de slachtoffers en vervolgens elkaar de maat nemen. Alsjeblieft, wat hier gebeurd is, is een terroristische daad. Ik heb me ongelooflijk geërgerd aan tweets en berichtgeving die het hadden over strijders en militanten. Dit zijn terroristen. Ja. Het is oorlog en de minister van Justitie heeft zich ongelooflijk geërgerd aan mensen op sociale media die een verkeerd woord gebruiken. En dat zie je natuurlijk vaker bij dit soort gebeurtenissen. Je kunt van achter je bureau moeilijk Hamas zelf aanpakken. Dus dan ga je maar op zoek naar Nederlanders die het geweld lijken goed te praten. Ook al is het maar een heel klein beetje en dan wordt dat je vijand. En het is ook ingewikkeld, hè? Maar het zou al schelen als mensen konden accepteren dat twee dingen tegelijk waar kunnen zijn. Dat en deze aanvallen van Hamas heel erg slecht en beestachtig zijn, en dat Israël al heel lang de Palestijnen onderdrukt. En dat kun je allebei vinden zonder dat je daarmee het een of het ander goed praat. En je kunt ook niet ontkennen dat die dingen iets met elkaar te maken hebben. Tenminste, dacht ik, tot ik oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal dat zag doen bij Opeen. En ik wou toch ook wel zeggen, dit bloedbad, deze moorddadige toestand. Ik weiger op dit ogenblik, zeg ik maar even hier ook, ik weiger elke relatie te leggen, verbinding te leggen naar het Palestijnse-Israëlische conflict en alles wat eraan vastzit. Ja, het Palestijnse-Israëlische conflict heeft er volgens Rosenthal niets mee te maken. Niets! Maar dan ook helemaal niets. Bezetting van de Gaza-strook? Niets! Yom Kippur-oorlog? Niets! He, dat zwaar bewapende Hamas-strijders naar beneden komen paragliden had net zo goed kunnen gebeuren op de kermis in Ommen. Ja. Heb ik daar ook wel eens gezien trouwens. Dus sommige mensen spreken zich uit op sociale media of in talkshows. Andere mensen kiezen voor een ander statement. Het laten zien van de Israëlische vlag. Bijvoorbeeld hier in Berlijn, de Brandenburger Tor. Ik vind dat zelf eigenlijk geen toren, maar goed, dat is voor een andere keer misschien.
Of hier het gebouw van de Europese Commissie en natuurlijk de Egbert-Gorterbrug in Almelo. Ja. Vraag je misschien af, hoe projecteer je een vlag op een bruggetje? Nou, laat dat maar aan de mensen in Almelo over. Hier, let op. Kijk, hij lijkt alleen maar blauw. Maar wait for it, wait, wat? Hé, hey, hij is wit. En let op, hè, let op, let op, let op. Hier, kijk, komt hij hoor. Ja, en hij is weer blauw. Hé! Hey. Ja, Griekenland liet weten, we snappen niet waar we die steun aan hebben verdiend, maar hartelijk bedankt, Almelo. Dit is natuurlijk heel sympathiek, maar zelfs zo'n kleine steunbetuiging ligt gevoelig. Zeker als het gaat om echte vlaggen. In Amsterdam besloten ze bijvoorbeeld de Israëlische vlag te hijsen. Volgende dag ingezonden brief in het Parool. Israëlische vlag op stadhuis is een verkeerd signaal. In Rotterdam dachten ze, wij doen geen vlag. Nou, zijn de mensen daar blij mee? Nee, Leefbaar Rotterdam woest op Abu Talib. Partij eist dat vlag alsnog gehezen wordt. Utrecht dacht, wij kiezen voor een tussenoptie, de Utrechtse vlag. Maar wel half stok. Ja, tuurlijk, Utrechtse vlag. Hè? Is maar net wat je hebt liggen, toch? Bij mij in de straat had snackbar het hoekje een Remia-vlag half stok gehangen. Ze hadden geen vlag, dus het was zo'n frietsaus-emmetje. Je doet wat je kan. Je doet wat je kan. Applaus voor de snackbar. Dus één plek. Op één plek was het glashelder welke vlag gehezen moest worden. Op Urk is er helemaal geen discussie over wel of geen Israëlische vlag. Die wappert sowieso bij het gemeentehuis. Maar sterker nog, het halve dorp hangt er sinds zaterdag vol mee. Ja, dat bemoedigt hun zo. Echt, als je dat ziet, wat de berichten naar mij toekomen. En de mensen in de schuilkelder die nu zeggen van... Oh, wat fijn dat je die vlag opsteekt. Oké, even een quizvraag. Is deze meneer A, wethouder? B, woordvoerder van de Joodse gemeenschap. Of C, anders namelijk. Laten we even gaan kijken. Paulus de Boer, vlaggen verkopen. Aha, aha. Ik verklaar het wel een beetje. Dit was vandaag zometeen neem het sportweekend door met Diederik Smit. En we hebben het over Pokémon. Maar eerst nog even dit. Nieuw van Breinbrekers. Luisterpuzzels. Uw favoriete hersenkrakers nu beschikbaar als audioboek. Luister naar de nieuwste woordzoekers. E. F. I. T. N. Volgende rij. L. M. E. Nu ook met luister Sudoku's. Naast dat lege vakje staat dan weer de 7. Na de 7 3 lege vakjes. Luisterpuzzels van Breinbrekers. Puzzelen zoals het hoort. Alvast vooruitkijken, dat kan niet, maar je kan wel de hele aflevering zien op NPO Start.